Wij gingen de straat op met de vraag: hoeveel bedpartners hebben mensen gehad? Maar we begonnen natuurlijk eerst even wat rustiger. Hoe lang staat zij 's ochtends voor de spiegel? In minuten. Wat doet jij? Een kwartiertje. 10 minuten. Hoeveel bedpartners heeft hij gehad voordat jullie elkaar kenden? 3. 26. 26? Hier moet jullie het een keer over hebben gehad. Ja. Ja, moest. Ja, was het. Had geen keus. De eerste vraag is in euro's. Hoeveel geld geven jullie per maand uit aan boodschappen? 120. Laat maar zien. 350. De volgende vraag is: hoe lang staat zij 's ochtends voor de spiegel in minuten? Ja, zeker 20 minuten. Dat is zo niet waar. 5 minuten. Oh. 20 echt niet. Ik ben super snel. Hoeveel sekspartners heeft hij gehad tot nu toe? Wat had jij? 4. Oké, zij denkt dus 4. Het is nu aan jullie, en ik ben heel erg benieuwd dat jullie hebben ingevuld, of het aantal dat op zijn bordje staat hoger is of lager. Wat denken jullie? Ik laat me zien. In het echt eigenlijk dat het hoger is, maar dat hij lager in gaat vullen. Ja? Ja. Maar wat heb je gezegd? Je hebt toch hoger gezegd. Ja, dat klopt, maar ja. Je kan niet meer terug, laat. En jij denkt ook hoger. Wat, ja. wat zie jij in deze jongen? Je zag een hoop ellende in ieder geval. Ja, maar ze zaten die eerste twee vragen ook niet echt op één lijn, weet je. Dus ik heb de indruk dat ze nog maar net bij elkaar zijn. Dat het nog niet echt besproken is. Hij keek een beetje zuur bij die vraag. Het is ook natuurlijk een rotvraag te stellen. Zeg dat. Ja. Maar ja, hij geeft wel antwoord. Is het cijfer op het bordje hoger of lager? Wat had jij? 4. En wat had jij? 12. Hoeveel? 12. 12. Het gaat om jou en niet om mij. Ja, mee, hè. Wat is dat nou? Jeetje. Oké, jullie dachten dat je er vanaf waren, maar dan ook gewoon even een soort redelijk open vraag. Zitten jullie op het landelijk gemiddelde of... Nee. Jij niet? Nee? Nee. Hoger, lager? Nee. Kijk, niemand. Daar zit je in. Ik zit 100 in op hoger. Oh, nette meid. Ja, bij Nico, ik moet jou niet eens te vragen. Volgende ronde. Ik zit bij jou te denken om 0. Nou, ik zou het vragen. Oké, okay,